Dankjewel. Vanuit je studio Ekki. Dag hoor. Hoi. Nou, zometeen hebben we... Chagrijnen zijn het allemaal. Ja. Daarom vraag ik u af, meneer Sonnenberg, waar is de gulle lach op heden? Toespitst op jou. Ja. In het programma bedoel je? Nee, ja, gewoon... Of de buiten. Ja, in je eigen leven misschien wel. Gewoon in mijn eigen leven. Nou, ik weet... Volgens mij wilde ik vragen in je eigen leven, ja, en zo dan in het programma. Ja, tante Wil en dan kom jij met oma Albert op de kloppen, op de proppen en oom Wil en dan, dat ze allebei boos op jou worden. Nee, we hebben wel gehad dat het een beetje de klauwen liep, dat ik het een beetje onderschat had, dat ik mensen bij elkaar zette en ik zei, nou jongens, houd het even leuk, ik ga in de kamer hiernaast met mijn ploeg ook een appie eten. En dat na 5 minuten iemand wit heet in de deuropening stond en zei, ik heb het helemaal gehad, want mensen zijn lopen natuurlijk op eieren en als iemand dat net weer even verkeerd woord zegt, dan zijn ze er weer klaar mee. Bert, ik vind het een ongelofelijke prestatie. 20 seizoenen lang, altijd zo sympathiek, altijd zo met de goede en de juiste intenties dit soort televisie maken. Want je kunt het ook op een hele andere manier doen, hè? Dat je, er gebeuren zoveel. Wordt er ondertussen de kat vermoord? Wat is dit nou? Nee, er is iemand. Ik ga zo meteen zitten te gast bij Tijd voor Max en ik denk dat er een muzikant aan het stemmen is, geloof ik hier. Oh, het is niet Simon Nissen die zijn neus snuit. Dus. Nee, maar Bert, dit is even nog één ding, want je moet app-dingen moeten filmen in coronatijd, hè? Nou nee, dat andere is opgenomen voor corona. Oh. We missen nog één item, dus we moeten er nog één volgens de nieuwe regels gaan draaien. En die wordt helemaal anders, dus er komt een limousine aan en zitten de mensen niet in de limousine, maar met een imperial op het dak. Nou ja, er is maar één voor een limousine, dat is meer dan 1,5 meter natuurlijk, maar dat moet dus allemaal anders. Wat ik wel leuk zou vinden, als er iemand is die echt een typische corona-ruzie heeft, dan ben ik er wel vooral heel benieuwd naar. Dus die mogen zich absoluut nog aanmelden. Hey, ik krijg nog ondertussen voordat we afscheid gaan nemen. Ik wilde de complimenten nog even geven voor 20 jaar prachtige televisie, maar we krijgen nog een geweldig bericht binnen via de app. Ik ben ook een keertje met Bert op pad geweest. Mijn oma, waar ik dus een beetje mond mee had, dacht dat ze de postcode loterij had gewonnen. Wat is nou mooier? Dat je het goed maakt, weet je, smeer op de postcode loterij. En dat durft niemand durft dat te zeggen, de postcode loterij. Nee, dat stond erbij natuurlijk. Dankjewel en heel veel sterkte zo meteen Tijd voor Max. Dat zal niet makkelijk worden. Nee, dit wordt een zware donder. Laat het een codewoord afspreken. Ja, zeg het maar. Subcentrifuge. Ik ga het 3 keer noemen. Nou, dan krijg je nog een applaus. En gaan we door met Tijlo en Sander van Max en Radio 5 weer een brekje.